Een nieuwe editie van de 1000 kilometer betekent vier nieuwe, geweldige, enthousiaste middagsteden. Klaar voor? Hier gaan we! De laatste dag brengt het peloton in de Binte terecht. De gemeente ten zuidwesten van Gent baat in het groen, met de prachtige Scheldemeerse in het pittoreske Zevergem, het uitgestrekte parkbos rondom de uitgestrekte Zevendreven en de vele kleine speelpleintjes. Wandelaars en fietsers komen daarom van heinde en ver afgezakt naar deze Oost-Vlaamse gemeente. Verwacht je dus aan groen in meer dan 50 tinten? Here we come, de Pinte!